dinsdag een sportgala van het NSC-NSF. We zijn genomineerd als sportploeg van het jaar. En ja, dan moet je er natuurlijk wel mooi uitzien. Dus we gaan hier een gala-jurk uitzoeken. Net over mijn knie, maar het wordt hem helaas niet. Dit zijn denk ik de momenten om er wat netter uit te zien. Want normaal hebben we ja, een trainingspak aan of een voetbaltenue. Dus... Buik in, maar dat moet je daar ook. Dus dit zijn ook wel unieke momentjes voor ons. Daar zit er toch nog wat leuks tussen. Nou ja, ik ben eigenlijk helemaal niet gewend om een gala-jurk te dragen. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Dit is niet stretch in ieder geval. Nee. Te glitter ben ik ook niet van. Maar ook te stoer vind ik ook niet heel leuk. Ik ben wel een stoere meid. Alleen vind ik zulke momenten wel leuk om echt heel netjes eruit te zien. Dus ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Onze verdedigste in een nieuw jasje. Nou, bij één jurk konden we het ritje niet vinden. Dus ik dacht, nou, dan moet hij over het hoofd gewoon. Ik zat eerst even losgeboeten. Oh, dat wisten we niet. Ja. Maar het ging niet helemaal goed en ik bleef haken bij mijn hoofd. Is dit een kooltrui? Maar dat is hem wel geworden. Dit wordt hem hoor. Miss Nederland 2018.